Ik voel het nog altijd aan als een eer dat ik hem mag aanraken. Pas op, hè. Hij heeft ooit kleine jonge tegenstanders gehad die zelfs nog zijn zadel niet durfde aan te raken. Zijn excellentie Roland Liboton, vijfvoudig wereldkampioen. Na Amore Bieta, een vier keer bij de profs. Waarom had jij een hekel aan het zwaaien? Was het een toffe gast? Een rosse man, een toffe? Niet bepaald. Zwaaien was zo sociaal mannen en zo. Je lag in zijn generatie, of je lag er niet in. Dus wat mij boos gemaakt heeft, was ik was 19 jaar, als ik naar Zwitserland moest gaan om tegen hem te koersen. Ik mocht gewoon in die kleedkamer niet binnen. En ik werd me zo kwaad, ik zeg ja, we zullen straks wel zien wie hier de straf aan was. En ze zaten daar met vijf schisters bij hem en ja, ik was erin. Ik mocht natuurlijk bij die grote jongens niet komen en ik moest er ook voor me omkleden. En dan heb ik dat de harte genomen en ik zeg dat zal nooit van mijn leven een kameraad worden. En ja, waar ik kon zou ik hem zeker geklopt hebben. Jij sprak toen voor die periode al vrij behoorlijk Duits, want je hebt hem in die koos ook in het Duits iets gezegd. Klopt dat? Ja, we waren met twee voorop en Stamsnijder moest het ingaan naar Noord Astroom naar Rossen. En die riep nog op mij, Roel, was zeker, ik weet niet. En dan het ingaan van de laatste ronde, ging ik naast hem rijden en ja, ik zag zijn aangezicht pas een rode zien. En dan bliefde ik ook zo en ik zei, mijn beste Duits, dan schweer ooit, hè, Albert. Maar blijkbaar verstond hem dat wel, want ik keek zo in mijn gezicht van, je kan maar klappen, alleen hoe is dat nu mogelijk? En dan ben ik er langs doorgevlamd en ik heb nog 45 seconden op zijn dak gegooid, de laatste ronde. Geloof ik. Vertel eens over die training op de 10 bulden in de laag, want dat is wel strakke kost. Je kan bijvoorbeeld een zandzakje op je rug nemen en daarmee naar boven lopen, maar je kan ook nog straffere dingen doen. Wel ja, ik had iemand die me een beetje bijstond s'morgens. Ik ging s'morgens om 7 uur een uur intervaltrainen in de bos lopen. En daar waren twee bergen in, dat was steile bergen. En ik had gezegd tegen mijn maat, ik zie dat je om kwart na 7 aan die eerste berg staat. Ik leer dan van thuis bij mijn grootouders waar ik grootgebracht ben op mijn 7 langsjes naar die eerste berg. Daar stond Jan Michiels noemde die, dan te wachten. Ik pakte die op mijn rug en ik stapte zo snel als ik kon boven. Jan ging dan binnendoor naar de tweede berg. Ik liep dan verder stiekempot naar de tweede berg toe. En dat herhaalde zich terug. En zo heb ik dan een uur getraind. Praktisch, ja, kans mijn carrière verder. En hoeveel keer per week deed je dat? Ik deed dat toch 3 maal per week dus. 3 maal. En koppelde je dat dan ook aan een lange duurtraining op de weg? Zeker niet. De crosser heeft dat niet nodig. Als die van wie doet, dat zijn eigen fouten om slecht rijden. De crosser 7, 8 uur op een fiets hebben, dat is voor niks nodig. Totaal niet. De crosser moet fris aan de start komen, moet kunnen ontploffen. En je moet kunnen het rood gaan, dus wat is het ideaal? Dus 2 tot 3 maal, 2 uren, 2 uren en een half op de weg rijden. Plus in de voormiddag, op de namiddag, nog een uur en een kwart in interval gaan verzorgen in het bos. Dat heeft een crosser nodig. En Stiebar denkt er anders over, die gaat 5, 6 uur tot 7, 8 uur op de weg rijden. Dat is goed voor een wegkreuk, maar dat heeft totaal niks te maken met de cross. Komt hij er nog doorheen dit seizoen? Zeker niet. Je bent voor 100%. Komt niet meer goed. Hij zit op een niveau en hij kan zeker niet verbeteren. Dus hij blijft sparken zoals hij nu bezig is. Ik zou niet zeggen dat hij met zijn mindere cross gaat winnen, maar hij gaat zeker een wereldkampioen worden. Nee? 100%. Hij blijft hier wel en hij gaat overreizen. Maar ja, dat zijn zo van die tekens zodat hij niet goed zijn. En ja, met veel rustiger gaat er niet beter op worden, want de jongens die doen meer competitie op. Ze worden er beter en beter die nog in grote vorm niet hebben. Tegen nieuwjaar zit iedereen een supervorm, dat mag je niet vergeten. Zijn de belangrijkste koersen die aankomen op nieuwjaar. Als je dan niet goed bent, dan kan je nooit. Ja, dan is het zo gedaan. Wat was de strafste stoot die jij in jouw ogen ooit uitgevoerd hebt? Noem het de mooiste cross die je ooit gereden hebt. Voor velen. Dat zijn er een heleboel, maar ik mag toch wel een van de mooiste dingen die nog veel mensen bij zullen blijven. Dat was met Nieuwers, dat ik lag. En ja, iedereen, dat was zeker 15.000 man. Iedereen, van de 15 waren er zeker 11.000 zat mensen bij, want er zaten niet. En daar stond de Genever-tent. Ik denk ook wel dat ik mee die tent goed weet staan. Ik durfde daar al een stoppen met een Genever of 2 drinken en dan verder rijden. Want onder mij kwam er toch met mij mee over de mensen.
was alle beste kruis waar we alle manieren hebben bij onze villa. En ik was super goed die dag. En ik kwam boven op de braak. Ik weet nog goed dat ik met buiten plateau was met een oog met grote verzet naar mogelijkheid. En ik kwam boven, ik was 100 meter voorop en ik heb dan een keer me omgedraaid en gezegd van come on, waar zit ik aan? En dat hebben ze toen, ik geloof van 10 keer en 8 keer in de tv uitgekomen. Hij eigenlijk was bij de mannen die beneden stond, dat weet je toch? Dat was een visje van een andere man. Staan je daar aan? Hè? Ja, dat zijn zo van die momenten die ook bij dat het zes worden eigenlijk. Het WK 1980 was anders ook niet missen. Een hele of een halve wedstrijd met 10 seconden vooruit rijden, dan voor 20 seconden vechten en ze toch niet laten terugkomen en alleen winnen. Birmingham. Maar ja, dat was ik was in het park met een lange berging in het park. En ik was er super, super goed mee betrokken. En ik dacht, ja, ik ga hier het kaf van het koren scheiden. Ik ben direct mijn gas opengedraaid en de eerste ronde kwam ik al door met 8 seconden, de tweede ronde 10 seconden. De derde ronde 8 seconden. En zo heb ik een uur gereden. Natuurlijk, dat was 3 of 4 man achter met Zwijfel, Taalers, Stamsnijder, Groenendam. Dus 4 toppers. En ik ging de laatste ronde en toen liep met een mechaniker dat ik 20 seconden had. Ik zeg, nu zien ze me nooit meer. Dat was terug bingo. Andere vraag. Eerlijk antwoord geven. Was volgens jou de mooiste en de beste auto waar je ooit mee gereden hebt? Jij krijgt van spreken. De beste. En wel, zonder liegen, Michel, dat is nu met een nood van winning aan geld. Dat is de beste rol. Is dat omdat je daar heel ruimte hebt om met je vrouw te stoeien? Nee, maar ik ben veel slimmer geworden en dat geeft me veel meer vreugde. Dat is een mooi antwoord. Plots was hij dat huwelijk. En je hebt mij al een hartverwarmend antwoord erop gegeven, maar je mag dat hier nog eens doen. Dat heeft met jou wat gedaan, hè? Dat heb je ook in je kokshuis gezegd. Het is alsof ik rustiger geworden ben. Ja, dat is heel goed meegekomen. Dat had best een paar jaar vroeger gebeuren, maar ja, dat is heel goed. Ja. Ze is nog tevreden? Ja, zeker was ze. Ja. Zeg, die hegemonie, die overheersing van Paul, zo lang gaat dat nog duren. Is dat iets zoals een nieuw tijdperk? Of? Ik denk het wel. Ik denk dat hij nu een beetje de vakken gaat overnemen. Waarom? Hij is pas 27, dus hij is niet zo ver jong meer. Maar hij heeft langzaam aan zijn carrière gebouwd. Hij is nu op zijn sterkste aan het komen. Dus de sterkste jaren moeten nog komen. En hij weet nu hoe het is. Hij heeft een top geklopt. Meermaals geklopt. Hij weet dat hij dat kan. En ik denk dat ze er veel last mee gaan hebben. Ook Niels. Ook Stiebaar. Ook de rest. En Nijs, is dat bergaf? Of zeg je, nee, hoe dat voor wat hij nog doet? Ja, bergaf kun je dat niet zeggen. Hè. Kijk, Nijs heeft het een beetje moeilijker tegen die jonge talenten, dat kunnen niet wegsteken, maar dat weet hij zelf ook. En nu moet hem die jongens proberen op een ander vlak te pakken. Kijk, Nijs heeft weinig sprint gewonnen, maar nu weten ze allemaal van hem. Dus hij doet het anders dan het lukt. Heb jij ook soms dat gevoel dat mij toch een beetje overkomt? Ik heb zo af en toe medelijden met Bart Welles. Oh ja, nou, ik kan wel dat je dat daar rondrijdt en dat doet me hard pijn voor iemand die een paar weken aan de boel over de beugel. Het doet me verder ook een beetje pijn. Waarom? We hebben Bart wel eens nodig. Hij is altijd een topper geweest. Nu is het al 5, 6 jaar dat hij zo'n beetje achterna aan het rijden is. Ik vind het zelf zeer erg. En ik vind toch, ja, moest ik in zijn plaats zijn, ik zou een schoonheid afscheid nemen. Ik zou niet te lang meer koersen. Het is misschien hard dat ik het zeg, maar je kan moeilijk Bart wel eens nog 3, 4 jaar nog op dit niveau laten verder rijden. Dat zou niet schoon zijn. Ik kan beter in mooie dingen afscheid nemen. Dat heb je ook goed gezegd.